Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van 15 oktober. We zijn alweer op de helft van de maand. Het is bijna nieuwe maand, dus we zijn vandaag in de donkere maan. Het is donker buiten, weinig sterren zullen er te zien zijn. Het regent de hele week al, het is tijd voor winterkost. Het kan best nog wel heel erg warm worden in oktober. Ik denk het niet. Maar we zullen het afwachten. We zijn morgen dus de nieuwe maan en nu is die donkere maan. En die donkere maan die zorgt ervoor dat wij ook een beetje meer moe zijn. Een beetje lusteloos, maar... We kunnen deze maanenergie ook heel fijn gebruiken om te kijken wat we kunnen verbeteren. Wat kunnen we opruimen? Waarmee kunnen we elkaar ondersteunen in huis door het op te ruimen? Wat kan weg? Soms is het opruimen van iets ook heel intensief. Ik ben van het zomer bezig geweest met opruimen van hele oude dozen. En mijn man die werd er helemaal zenuwachtig van. Hij dacht al van, oh, straks gaat ze weg. Nee, dat zal ik nooit doen. Tenminste, dat ben ik niet van plan. En dat was heel aandoenlijk. Doordat ik zo ging opruimen, had hij echt zoiets van, ben je mee bezig? Dus opruimen kan ook iets bijzonders veroorzaken. Opruimen op zo'n dag als de donkere maan... geeft wel heel veel opluchting. Kan je echt een nieuwe stap maken. Het is een 65-11 dag. Dat is een meestergetaldag. Dus met dat opruimen zorg je er ook voor dat die energie weer gaat stromen. De engel die ik vandaag heb is aartsengel Raguel. Die is ook van harmonie in de relaties. Dus ook harmonie in je gezin, in je werkrelaties, in je vrienden, familie en bekenden. En wat zegt aartsengel Raguel? Ik vier de liefde, geniet van het leven en kan de mensen met harmonie en balans omarmen. Dat is een heel mooi voor de uitzicht voor vandaag. Harmonie is belangrijk en zorg ervoor. Soms dan moet je er ook voor zorgen dat je even koest houdt. Dat je even pas op de plaats doet. Dat je denkt van, oké, voor de lieve vrede laat ik het even zo. Laat dat vandaag maar even. Zoek de strijd niet op, maar ga gewoon een beetje erin bekoelen. Dat is soms ook wel goed. Het is gewoon soms zoals het is en daar kunnen we ook niks aan veranderen. Dat hoeft ook niet altijd. Aartsengel Raguel is voor de harmonie en laat vandaag op jouw pad harmonie ontstaan. Ik wens je een mooie dag.